Mijn naam is Tom van Otterlo en ik ben bakker. Dat was iets wat ik als klein kind al wilde. En mijn ouders hebben mij verteld dat ik nooit iets anders wilde dan dat. En hebben me dus gestimuleerd om echt bakker te worden. Nou, dat ben ik nu. Dat ben ik nu al een geruime tijd. Ik heb nu een eigen bakkerij sinds 1996. En ik heb een winkel in Arnhem en de bakkerij ligt in de Steeg. Waarom wilde ik bakker worden? Nou, dat wilde ik dus als kind. Maar ik ben er ook na gelang de tijd vorderen achtergekomen dat echt mijn ding is, mijn vak. Ik hou ervan om met mijn handen, maar ook met mijn hoofd, een product te maken, te creëren. En dan het mooie van dit vak is dat als je dat dan doet, dat je ook heel snel resultaat ziet. Het komt uit de oven, je pakt het vast en het is net een kindje van je en daar kan je van genieten. Nou, dat is de passie, zoals het met een mooi woord heet, die mij stimuleert om elke dag weer ook vroeg op te staan. Het is vaak nachtwerk, maar dat is niet erg. Als dat weer uit je overkomt, dan voel je waarom je dat hebt gedaan. En dan kan je dat gewoon hebben. Ik doe mee aan TEDx Arnhem, omdat ik vanuit diezelfde passie die ik voor mijn vak heb eigenlijk, ook de passie heb gekregen, dat heeft wel even wat tijd gekost, maar om bezig te zijn met duurzaamheid, met onze planeet, maar ook met onze omgeving. En dat doe ik ook mee in Arnhem. Nou, TEDx Arnhem, de naam zegt het al. Dat is hier, daar voel ik me bij betrokken en mee verbonden. Dat is de hoofdreden waarom ik meedoe. En ik heb een ideaal, ik ben idealist vanuit huis uit eigenlijk. En vanuit dat idealisme wil ik dat mensen met mij delen wat wij allemaal binnen Arnhem en rond Arnhem kunnen. Op het gebied van het verbeteren van de planeet, de duurzaamheid. Nou, ga maar in de breedte. En dan moet je niet alleen denken aan product, maar ook sociaal. Dat is een van de redenen, de hoofdreden, waarom ik meedoe aan TEDx Arnhem. Afgelopen jaar hebben wij TEDx Arnhem gesponsord door middel van het aanbieden van lunches. Het is lunch waar ik bedoel voor de hele crew, iedereen die met TEDx Arnhem druk was. En dat was voor ons geweldig om te doen. Wij waren 's morgens vroeg al heel vroeg bezig om die lunchpakketten te verzorgen. Het was hier druk van belang in die bakkerij en iedereen had die focus daarop. En ook dat gevoel van, ja, dit is zo superleuk om dit te doen. Er was alles klaar, want het was een race tegen de tijd voor ons. En toen ging er een soort juichgevoel door die bakkerij heen van, verdomme, we hebben het toch wel bereikt, we hebben het toch gered. Nou, en dan ga je vol trots naar de locatie. Dit ging dan als een stadsvilla in het Zonsbeekpark. En als je dan later de reacties hoort van mensen die die lunch hebben gebruikt, en dat was zo positief, nou, dan krijg je nog een keer dat gevoel. Dat is super leuk en dat gaan we dit jaar weer doen. We gaan weer de TEDx Arnhem voorzien van verantwoorde, heerlijke, smakelijke lunches. En die gaan we weer met ons hart bereiden.